Goed, bij mij staat wethouder Carlo Verdijk. Ook niet de eerste keer voor vandaag. Maar goed, toch fijn dat u even de gelegenheid neemt om ook op deze avond hier aanwezig te zijn. U had een dubbele boeking, heb ik begrepen. Maar de speeltuin, gelederen, die zijn nog niet helemaal gesloten. U heeft deze avond gehoord, u heeft de terugkoppeling gehoord. Hoe is deze avond bij u overgekomen? Nou, heel goed, want ik denk dat bewoners heel duidelijk hebben aangegeven hoe ze erin zitten. Dat was ook de vraag vanuit de gemeente aan bewoners. Het is eigenlijk de afgelopen maanden steeds een vraag over en weer geweest. De gemeente heeft gezegd, wij vinden het beheer van speelplekken niet langer een kerntaak van de gemeente. Dus bent u als bewoner bereid om daar een aandeel in te nemen? Het antwoord is geweest ja, maar hoe dan? En vanavond hebben we 3 modellen gepresenteerd om die bij bewoners in de week te leggen om te horen hoe ze daar tegenover staan. Dan gaat het om, zouden de speeltuinvereniging een soort van uitbreiding van hun werkgebied krijgen? Worden er voor de hele gemeente een stichting of een vereniging opgericht? Of ga je veel meer per speelplek kijken hoe je dat kunt organiseren in een stichting of in een vereniging of hoe dan ook? En eigenlijk hebben de bewoners gezegd, nou, wij willen niet per se één van die 3 modellen. Maar wij zouden graag veel meer samen met de gemeente een model ontwikkelen. We hebben dat maar even model D genoemd. En daarbij moet de gemeente ons helpen bij de rechtspersoon in te vullen. Nou, dan moet u toch eigenlijk wel staan te juichen, want ze zijn het overal met u eens. Hè? Dus A, B en C hebben ze overal een dingetje uitgehaald. Je krijgt model D. Als u de rechtspersoon zou kunnen handhaven, dan willen ze van alles voor u doen. Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb gezegd dat wij dappere bewoners hebben die vanavond gewoon zeggen hoe ze erin zitten. We hebben ook betrokken bewoners die al, en vele van de mensen achter mij, die zijn al jarenlang bezig met het beheer en kleine werkzaamheden aan de speelplekken in hun omgeving. Dat is waardevol. Het is ook waardevol dat ze zeggen wij willen dat blijven doen. En ik heb gezegd, we moeten doorspreken over wat u nou precies met dat model D bedoelt. Want dat heb ik nog niet helemaal scherp. Het meedenken in de rechtspersoon, dat kan het probleem niet zijn. Ook de praktische kant daarvan en de juridische kant daarvan ondersteunen, dat kan het probleem niet zijn. Maar onderliggend ligt ook de vraag van ja, gemeenten blijven het zelf doen. En daarvan heb ik gezegd, dat is niet de speelruimte die de Raad mij op dit moment heeft gegeven. Heeft u veel speelruimte meegekregen vanuit de Raad? En als u dat niet heeft, zou u dan bijvoorbeeld dat niet mee terug kunnen nemen naar de Raad om ze daarvan in kennis te stellen? Er is heel weinig speelruimte, want de Raad heeft gezegd vanaf 2015 reserveren wij geen middelen meer voor het beheer en onderhoud en de vervanging van speeltuinen. Dat hoeft ook niet, want daar gaf u die €250.000 wel mee. Maar het gaat om die bestuurlijke activiteiten. Nee, dus dat geld dat is er ook niet, bedoel ik te zeggen. Hè? Toen, na aanleiding van de vorige bijeenkomst, heb ik in het college voorgesteld van, nou, kunnen wij dan een soort van bruidschat meegeven als opstart. Dat is nog niet iets waar de Raad ja heeft tegen heeft gezegd. Dus daarover, daar zou de Raad nog mee akkoord moeten gaan. Dus voor die €250.000 moeten ze nog een fiat geven? De Raad nog een fiat geven, maar daarvan heeft het college gezegd, dat willen wij wel aan de Raad voorstellen. Want dat helpt de bewoners in financiële zin om een start te maken. Om ervoor te zorgen dat alles bij elkaar ligt. Om een periode te overbruggen naar het werven van leden en donateurs wellicht. Maar ook, instellingen als het Oranje Fonds en dergelijke. Die hier, maar ook in den lande regelmatig een bijdrage leveren. En dat geheel zou dan de verenigingen of stichtingen of hoe de nieuwe organisatie ook maar gaat heten, in staat moeten stellen om zelf duurzaam de speelplekken te kunnen beheren. Maar er was er vanavond iemand in die zegt van, nou, als we nou 50-50 zouden kunnen doen, dat zou u toch ook wel moeten aanspreken? Ja, absoluut. Want dat onderstreept nog maar eens hoeveel mensen al doen. Maar als het nou gaat om gemeente bedraagt toch nog maar eens dit en dat bedrag bij. Nee, het gaat niet om het bedrag, maar om die bestuurlijke functie te handhaven. Die bewoner zei van, u bent zo kundig in het besturen van alles en dergelijke dingen. Als u dat nou voor uw rekening neemt, dat moet toch eigenlijk weinig kosten dan een mannetje of een vrouwtje die even op het gemeentehuis meehelpt te denken. Ik wil nog eens weten, dat is wat ik net zei, wat men daar nou precies mee bedoelt. Hoe moet ik me dat voorstellen?
om ambtenaren of collegeleden in een bestuur te zetten, vraag ik me af of dat de juiste oplossing is. Want ik heb ook horen zeggen hoe belangrijk men betrokkenheid bij de buurt vindt en nabijheid bij de speelplek, hoe belangrijk men dat vindt. Nou, dat zijn ambtenaren niet in alle gevallen. Niet bij alle speelplekken zijn zij zo op de hoogte van wat er in de buurt speelt als de mensen dat zelf zijn. En bij mij bekruipt het gevoel, en dat wil ik daarom scherper krijgen, dat er aarzeling is bij hoe het juridisch zit. Dat men zich afvraagt hoe het bij een notaris eraan toe gaat. En dat men zich afvraagt hoe het zit met aansprakelijkheid als bestuur. Daarvan zijn voorbeelden, daarvan zijn in de landen voorbeelden hoe je dat zou kunnen doen. En als de vraag is, gemeente help ons om daarvoor te zorgen dat er geen rare dingen gebeuren, dan kan ik meteen een uitgestoken hand aanbieden. Maar nogmaals, ik wil dat even scherper krijgen. Hebben we het nou over praktische zaken, waarvoor een oplossing is? Of hebben we het over onderliggende principes, waar we van mening over verschillen? Als u terugkijkt op deze avond, bent u dan tevreden? Ja, ik ben dus tevreden, want iedereen heeft kunnen zeggen wat op zijn hart ligt. Dat is de enige manier om elkaar goed te begrijpen. Dus ik heb ook het idee dat we als bewoners en gemeente elkaar goed begrijpen. En dat betekent nog niet dat we het eens zijn. Dat was ook niet mijn doel voor vanavond om het al meteen eens te worden. Maar dat gesprek moet wel gaande blijven. Want we hebben nu een aantal zaken met elkaar afgekaart. Maar we hebben ook een aantal zaken, daarvan hebben we gezegd, dat moet nog verder bekeken worden. En ik heb dus de uitnodiging gedaan van ga daarover verder met ons in gesprek. Om voor praktische problemen een praktische oplossing te zoeken. Nou, heeft u ook die mensen een compliment gegeven dat ze met hun emoties op deze avond helemaal terecht konden? Iedereen heeft eerlijk en frank en vrij kunnen spreken. Toch begrijpt me het gevoel dat niet iedereen even blij en gelukkig naar huis gaat. Nee, want mensen maken zich zorgen over een speelplek die ze belangrijk vinden en waarvan ze te horen hebben gekregen, langer geleden of korter geleden, dat het allemaal niet bij hetzelfde zal blijven en dat er dus iets moet gebeuren. Dat is een verandering. En omdat het ook over geld gaat, zou je als bewoner het idee kunnen krijgen van nou, de gemeente vindt speelplekken helemaal niet meer belangrijk, vindt mijn buurt niet meer belangrijk en gooit het allemaal over de schutting. Ik heb daarvan aangegeven, dat is niet aan de orde. Het gaat niet over het belang van speelplekken. Het gaat niet over het belang van de uitstraling van de buurt. Maar waar het wel over gaat is dat we geloven in de kracht van de samenleving en zien in deze gemeente en in andere gemeenten wat bewoners allemaal wel niet voor elkaar krijgen. En dat de kwaliteit daarvan veel hoger is dan wanneer je dat als, zeg ik maar even, bureaucratische gemeente gaat organiseren. En dat we daarom zo hechten aan dit traject. Goed, u gelooft er nog steeds in, begrijp ik. Ik geloof er dus nog steeds in. Er is een filmpje getoond. Ik vind dat we dat ook maar online moeten krijgen. Zodat meer mensen dat mee kunnen nemen. En daarin werd mij duidelijk dat de discussie in de gemeente Buren, want dat was het voorbeeld, 7 jaar heeft geduurd. Daar is men nu 7 jaar geleden begonnen. En nu begint het allemaal een beetje te dalen. Nou, dat is 7 jaar waarin ook wel eens iemand boos is geweest of ongelukkig. Ook een wethouder kan ik me zo voorstellen. Ik denk dat we hier geen 7 jaar bezig hoeven zijn. Maar we hoeven het ook niet allemaal maar in 7 dagen op te lossen. We moeten even goed en zorgvuldig hier de tijd voor nemen. Om naar elkaar te luisteren en elkaar goed te begrijpen. En vervolgens dan knopen door te hakken over hoe gaan we dat dan hier in Oldebroek doen. Oké, bedankt voor uw reactie en nog een fijne avond. Dankjewel.